Met de Rotterdamse haven, Dordrecht en Moerdijk in het gebied is onze regio economisch het belangrijkste op scheepvaartgebied te noemen. En dat vraagt om sturing en samenwerking. De havendienst, de havenmeesters en mensen, maar ook de loodsen die de zeeschepen binnenbrengen. De politie, de zeehavenpolitie, Rijkswaterstaat, patrouillevaartuigen maken allemaal mogelijk dat de 24-uurs economie van een scheepvaart door kan gaan. In 7 minuten de rol van de Spijkenissebrug bij het in goede banen leiden van het verkeer in de Rotterdamse haven. De Spijkenissebrug is veilig voor scheepvaartverkeer. Dat zeg ik om zo resoluut, omdat het kan altijd voorkomen, maar het is nog nooit gebeurd dat er een zodanige storing optreedt dat er ongelukken uit gebeuren. Samen met loodsen, met kapiteins, met schippers, zorg je samen dat als er een keer wat gebeurt, dat je toch nog op tijd kunt stoppen. Als je op de laatste meter gaat varen, ja, dan gaat het een keertje fout. Daarom is het ook een samenspel tussen bediening en de scheepvaart. Of het nou het grootste zeeschip is wat hier komt, of het kleinste binnenvaartscheepje. Dat is belangrijk voor de veiligheid. We dalen af naar het Hol van de Leeuw, een van de machinekelders van de Spijkenissebrug. Hier moet gesmeerd worden, het vaste onderhoud goede conditie houden van de kabels, van de tandwielen. Dat is een van de dingen die in het vaste onderhoud zit. Maar ook aan de andere kant, daar zit een elektronische installatie. Die moet natuurlijk ook geregeld bijgehouden worden. En er moet onderhoud aan gepleegd worden. En dat valt dus onder het vaste en het klein variabele onderhoud. Voor deze machine zijn iedere keer het starten. Het op toeren komen, het afremmen, dat zorgt voor een belasting. En de kabels die komen natuurlijk iedere keer op spanning en worden weer ontspannen. En dat leidt ook tot slijtage in de kabels. De kabels zijn niet voor eeuwig. Op het moment dat wij kabels gaan vervangen, dan kan de brug niet bediend worden. Maar zoals we mogelijk hebben gezien, bestaat de brug uit 2 delen. Dus we kunnen deel voor deel oppakken. En dan is het nog altijd mogelijk dat één van de delen gebruikt wordt voor het scheepvaartverkeer om ze door te laten. Doorgang garanderen voor het scheepvaartverkeer. Mensen die hier regelmatig stilstaan voor de slagbomen van de Spijkenissebrug vragen zich wellicht af waarom het niet ook eens andersom kan. Het is een brug die 24 uur bezet is en ook 24 uur draait. Is ook nodig, want dat ligt aan het soort scheepvaart die hier komt. Als je straks naar buiten kijkt, dan zie je dat het best wel hard stroomt. Er komen 7000 schepen per jaar. Die schepen zijn gemaakt om op zee te varen en niet op binnenwater. En er zit geen handrem op, dus die kunnen niet zomaar stoppen. En als deze nieuwe app, als een schip uit Dordrecht komt en die brug doet het niet, moet je maatregelen nemen. Het schip kan niet stoppen. Dus ook niet voor het wegverkeer of wat dan ook, dan gebeuren er grote ongelukken. Dus je moet eigenlijk die zeevaart vooral moet je vrije doorgang geven. Scheepvaart gaat voor het verkeer over de Spijkenissebrug. Maar voor hulpdiensten geldt een uitzondering. We hebben daarvoor de zogenaamde karregeling. Daarvoor garanderen we dat altijd een brug beschikbaar is voor de hulpdiensten. Dus als de Spijkenissebrug draait, dan is de Hartelbrug altijd gesloten. En andersom ook, als de scheepvaart komt die een opening voor de Spijkenissebrug wil hebben. En de Hartelbrug is op dat moment open. Zeg je, doe even een beetje langzaam aan, want over 5 minuten mag je wel. Dus zo kunnen de hulpdiensten altijd Spijkenissen in of uit. Gemeente Opvoorne-Putten maken zich al jaren sterk voor een goede ontsluiting van het eiland. Dus ook via de Spijkenissebrug. We weten dat infrastructurele discussies altijd heel lang duren. Hè? A4 Noord duurt ook 40 jaar. Dus we hebben gezegd, ja, die discussie voeren we ook. Het gaat ook om nieuwe infrastructuur, maar het gaat ook om het beter gebruiken van wat we hebben. Nou, en daar hoort dit heel erg bij. En dus zijn we met het havenbedrijf, met Rijkswaterstaat, met de belangrijke partners hier in de regio, zoals ook een metropoolregio, een gemeente Rotterdam, gaan kijken wat kunnen we nou wel doen als we weten dat andere dingen langer duren. Nou, en dan is zo'n Blauwe Golf, een initiatief wat nu getest wordt bij de Kalandbrug, ontzettend belangrijk. Wat houdt het in? Dat betekent dat we gaan voorspellen wanneer de brug open gaat. Schepen moeten zich aanmelden om de brug te laten openen. En dat betekent dat we eigenlijk precies weten wanneer zo'n brugopening wordt voorzien en hoe lang die duurt.
Dat weten dus heel veel mensen die bezig zijn met de techniek, maar de weggebruiker weet dat niet. Nou, als je die informatie gaat delen en hij is betrouwbaar, ja, dan levert dat natuurlijk winst op. Nou, de bedoeling is dat hij zo getest wordt dat de kinderziektes eruit is, dat het ook betrouwbare informatie is, want als je die informatie geeft moet het natuurlijk wel kloppen. En dat we dan de komende jaar dat kunnen gaan uitrollen naar meerdere bruggen, waaronder de Spijkenissebrug. We moeten vooral zorgen dat het beter wordt. En alles wat daar een bijdrage aan levert, dat kan nooit snel genoeg gaan, dat weten we ook. Maar gecombineerd met een renovatie, waardoor de brug veel betrouwbaarder wordt, en dit principe, gaan we wel stappen zetten. Er zijn bruggen die vanwege hun leeftijd toch wel heel veel zorg van ons vragen, om ervoor te zorgen dat ze heel geregeld beschikbaar blijven, zodat de beschikbaarheid van ons hele netwerk hier in Nederland voldoende op peil blijft. Maar er zitten oude dames tussen. En deze dame is een oude dame die wij heel goed moeten vertroetelen om haar optimaal te laten functioneren. Mijn lijfspreuk is eigenlijk van tunnels bouwen en zo diep mogelijk. Maar dat gaat er maar helaas niet worden. Dus je blijft overal waar de modaliteiten elkaar kruisen. Bij de andere brug zit er ook nog een spoor tussen. Dan blijf je conflicten houden. Je moet altijd prioriteiten stellen. En die spijker in de brug zal er altijd blijven. Dus zul je altijd een conflict hebben tussen scheepvaart en wegverkeer. Your intention to make starboard to starboard or port to port, over? Starboard to starboard. Wil snel, wat is de sector 1 MAVO anders doet? Grete Marie, dit is sector 1 MAVO over. Tegenliggende zeevaart op 2000 meter is bestemd voor de noordzijde. Verzoekt stuurboord stuurboord over? Nou, nu is er een afspraak gemaakt. En dat is eigenlijk mijn werk ook, want iedereen is ingelicht. De drie I's, is iedereen ingelicht.